Heb je tips om terug motivatie te krijgen? Waarom geven de leerkrachten de week voor de examens beergrote toetsen? Eigenlijk één app die mij echt super goed helpt om te concentreren tijdens het leren of tijdens andere taken die ik moet doen. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. En welkom weer bij een nieuwe Hartjesluchten. Oh my god, het wordt weer super gezellig. Vandaag gaan we spreken over examens. Everyone hates them. Er zijn ook mensen die ervan houden omdat je dan meer vrije tijd hebt en vooral thuis kunt studeren. Maar de meesten kunnen zich thuis niet concentreren. Snap ik helemaal. Vandaag ga ik 10 vragen van kijkers beantwoorden die ingestuurd zijn in het formulier dat je ook in de beschrijving vindt. Dus moest jij nog een probleem hebben met eender wat, hoeft zeker niet enkel school te zijn. Vul het dan zeker in. Ik kan ook de categorie selecteren en dan beantwoord ik daarop in de volgende Hartjesluchten. Maar eerst de shout-outs aan de vorige video zijn deze twee. Gefeliciteerd toppers! Als je nu in mijn volgende video een shout-out wilt, reageer dan onder deze video met de hashtag Justice eender wat. Dat kan ook gewoon een tip zijn die jij hebt voor de examens voor je medestudenten. Ook trouwens een shout-out naar iedereen die altijd naar de stream kijkt, want die personen zullen dan Lala ook wel kennen. Dit is Lala, het schaapje. Laten we beginnen met de eerste. De eerste is al lange. Oh my. Lange. Evert is daar trouwens. Ik zit in het vierde middelbaar, maar ik heb een hele zware buis voor wiskunde. Als ik het niet beter doe voor en tijdens de examens van kerst moet ik naar een andere school, maar dat wil ik niet. Ik heb beloofd aan mijn ouders dat ik deze vakantie echt mijn best ga doen en veel voor school ga doen. Maar we zitten nu in de tweede week en ik heb nog altijd niks gedaan. Ik heb nul motivatie. Ik wil het echt goed doen en wil mijn ouders niet teleurstellen, maar in deze tijden heb ik gewoon geen motivatie. Heb je tips om terug motivatie te krijgen? Ik snap helemaal dat je ouders niet teleur wilt stellen, ik ken dat gevoel. Maar als je super hard je best doet, dan ja. En ze zien dat ook dat je best doet, dan kun je ze eigenlijk op een of andere manier ook niet teleurstellen. Je wilt er natuurlijk door zijn op je examens, dat moet al sowieso een motivatie zijn. Je hebt sneller je diploma en je bent sneller van het middelbare af. Dat is echt wel de grootste motivatie ever. Motivatie kan ook zijn dat je dan beter kan volgen in het volgende trimester van school. En dat je goede punten hebt om te showen aan je familie. Kan je daar lekker mee stoeven. Als wiskunde inderdaad echt je buisvak is, probeer dan gewoon echt al boven de 50 te mikken. En wees trots op je als je dat haalt. Echt, als je je best doet, dan moet je echt trots op je eigen zijn. Je kan bijvoorbeeld een kleine 10 minuutjes per dag met jouw vriendinnen bellen of gewoon sturen van hey, alles oké met jullie? Hebben jullie een probleempje? Is er iets dat jullie kunnen uitleggen? Want meestal kunnen uw medestudenten het beter aan elkaar uitleggen dan de leerkracht zelf. Dus dat is echt al een super grote tip om motivatie te krijgen. Die tip heb ik ook toegepast toen ik in het eerste jaar hoger zat en wij echt een heel moeilijk vak hadden. En dat hielp echt wel. Het was ook zoiets wiskundeachtigs. Het was financiële wiskunde in het Engels. Dus dat was helemaal een goed ding. Hallo, ik zit in het eerste middelbaar en ik zit met iets. Ik ben heel bang voor de examens en ik kan op het examen zelf niet rustig blijven, waardoor ik niet kan nadenken en dus fouten maak. Kan je me tips geven om rustig te blijven tijdens de examens? PS, love you so much. Love you too. Tips om rustig te blijven tijdens de examens. Ja, dat ken ik. En dat je dan zo de vraag niet deftig hebt gelezen, je wilt dat snel beantwoorden, want anders gaat de tijd om. I know the stress, know the feeling. Het kan je helpen om een horloge te dragen, zodat je al niet op de tijd moet letten. Zodat je zeker weet dat je voor 12 uur of 10 uur klaar bent. En je moet ook even de oorzaak zoeken van waarom dat je rustig kan blijven. Bij mij was dat altijd door dat ik bang was dat ik niet snel klaar ging geraken. Maar bij jou kan dat bijvoorbeeld zijn dat je het antwoord op de vragen niet weet, of dat je gewoon stress hebt voor het examen zelf. Maar weet dat als je rustig blijft, dat je examen dan ook beter gaat kunnen maken. Dat kan je natuurlijk wel stress bezorgen. Tips om rustig te blijven is bijvoorbeeld diep in- en uitademen. Tel rustig tot 10 en let op je ademhaling. Wiebel vooral ook niet met je voeten. Dat geeft je echt superveel stress. Echt proberen je lichaam echt gewoon zo even rustig op de bank en op de stoel te laten rusten. Kijk ook vooral niet rond. Focus je gewoon op één punt waar dat je goed bij voelt. En denk rustig na over de dingen. Hey Jade, ik ben 12 en het zijn mijn eerste examens. En ik ben bang dat ik bijna voor alle vakken gebuisd ben. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Ik ben bang daarvoor en dat ik ga blijven zitten. Wel, zolang dat je je best hebt gedaan en goed gestudeerd. Als je dan nog buist voor al jouw examens, wat mij echt heel straf lijkt. Dan is het misschien goed dat je gaat blijven zitten, want dan kan je misschien niet zo heel goed volgen
En dan ga je het volgende jaar beter kunnen volgen alle jaren die daarop komen. Allee, die daarna komen. Maar geen stress. Je bent sowieso niet gebuist op alle examens. Dat kan ik je echt al zeggen. Na een examen voelt je inderdaad altijd van, oh my god, dit heb ik echt slecht gedaan. Maar dat is meestal ook niet. Meestal schatten we ons echt veel slechter in dan we dingen eigenlijk kunnen. Dus geen stress. Dat komt echt sowieso goed. Deze vond ik wel een beetje grappig. Door Miss Rona moeten de ramen open blijven. Je mocht het, hè? Het woord niet zeggen in video's blijkbaar. Daardoor is het tijdens de examens super koud in ons lokaal. Ja, wel, ik kan moeilijk met een dekentje komen knuffelen. Hè. Ja, doe een dikke trui aan. Doe een kousenbroek onder je broek aan als je meisje zou zijn. Anders doe gewoon dikke sokken aan als je jonger bent. Als meisje kan natuurlijk ook. Handschoenen mag waarschijnlijk niet. En een muts ook niet. Maar je kunt wel zoiets met een kooltrui aandoen. Als je nek beschermd is, heb je ook al sowieso sneller warm. En vraag of je een dekentje mocht meenemen of zo. Ik denk niet dat dat gaat mogen. Dan gaan ze misschien denken dat je gaat spieken of zo. Ik ben 12 jaar en ik vind het op school heel lastig. Daarom doe ik op school ook altijd dat er niks is. Maar eigenlijk gaat het niet goed nu met al het leren en al die stress. I get it. Het zijn echt moeilijke tijden. Maar besef, als je hier door raakt, dan ga je er sterker uitkomen. Dan ga je al je volgende examens ook echt keihard knallen. En ik snap dat het nu echt moeilijk is met al dat leren. En, maar het is koud buiten. Dus je hebt dan niet de temptation om naar buiten te gaan. Je kunt lekker rustig binnen studeren met een warme chocomelk, met een dekentje. Zet u echt zo heel goed op een positie dat je zo niet snel weg wilt. Je hebt dat warm, je zit daar goed met je warme choco. En probeer dan echt zo te focussen. En geen stress. Keep it calm. Maak een schemaatje waardoor je een uurtje studeert en dan misschien een kwartiertje iets op tv kijkt. Gewoon iets waar je rustig van wordt. Iedereen heeft examens deze tijd, maar ik niet. En ik weet niet zo goed. Dat is raar om er met mensen over te praten. Help me. Luxe probleem, much. Wees blij dat je geen examens hebt. Dat is nice. Echt waar. Je wilt dat niet. Je kan nog steeds met mensen praten. Je kan ze succesmensen met hun examens. Je kunt vragen, hey, hoe is het gegaan vandaag? Dat is ook leuk voor die andere persoon. Sommige personen krijgen daar stress van, maar ik bijvoorbeeld. maar het ding is, wees blij dat je geen examens hebt. Lucky you! Ik ben 13 en ik zit in het tweede middelbaar. Ik heb nog maar één examen gehad vorig jaar in het begin door Miss Rona. En ik heb geen andere meer gehad, maar mijn eerste examen was heel slecht. En nu geloven mijn gezin en familie niet meer echt in mij. Ik heb momenteel al Frans, Nederlands en wiskunde achter de rug. En morgen geschiedenis en Engels. Ik heb er echt geen goed gevoel over. Ik ben bang dat ik niet door ga mogen of dat mijn ouders terug boos worden. Weer hetzelfde, echt als je je best hebt gedaan, zouden je ouders dat moeten weten. En ik kan dat ook zeggen tegen je ouders van, weet je, ik heb echt mijn best gedaan, maar ik blijf toch zitten en geloof mij, ze laten u niet snel zitten. En als dat zo zou zijn, dan probeert de leerkracht gewoon het beste voor u te hebben door u te laten blijven zitten. Het is ook niet dat één examen slecht is gegaan, dat al de andere rest ook slecht gaat. Je zijn gewoon vakken die je interessanter vindt en die je beter kunt. Maar geloof mij, je gaat dat knallen. Je gaat niet blijven zitten. Waarom geven de leerkrachten de week voor de examens beergrote toetsen? Like, PS, love you. Love you too. Ja, dat is inderdaad een probleem. Die muggen hier ook. Besef, ik heb echt een nachtmerrie gehad over muggen. Leerkrachten geven inderdaad supergrote toetsen voor de examens. Waarschijnlijk omdat ze te weinig toetsen hebben gegeven tijdens de periode daarvoor. En ze moeten wat meer punten hebben om u gewoon een beter eindresultaat te geven. Besef wel dat als je leert van die toets het dan aankomt, dat je ook ineens geleerd hebt voor de examens. Dus dat is elk 2-in-1. Je krijgt elk gratis bonuspunten. Als je die toets goed doet natuurlijk. En je kunt aan de hand van de vragen op die toets ook al wat weten hoe dat examen er gaat uitzien. Dus zie het een beetje als een voordeel. Het kan echt een voordeel zijn. Ik heb het tweede jaar examens en ik heb elke dag zot veel stress. Ik ben trouwens 13. Voor stress. Kijk, hè. Voor stress. Zie dat je gewoon echt een klein schemaatje maakt. Probeer er ook aan te houden. Als je daar niet aan houdt. Ha! Got him. Oei, nu ligt hij op mijn pc. Oké. Probeer ook, als je niet aan dat schema kan houden, weet dan ook, stress daar niet over. Dan zijn schema's gewoon niet het ding voor u. Dat heb ik ook. Probeer gewoon echt genoeg pauzes te pakken, want anders ga je jezelf te overbelasten. Elke beetje als een machine. En tijdens het examen ja, ook gewoon rustig blijven. De tips zoals ik zei, rustig op een stoel blijven zitten. Focus je gewoon op je lichaam en
niet met je been beginnen trillen of met je pik beginnen klikken of zo. Want daar krijg je nog meer stress van. Hallo, ik ben 12 jaar en ik ben een meisje. Ik had net mijn laatste examen afgelegd, maar ik ben bang voor het resultaat. Wil je me alsjeblieft wat tips geven om zekerder te worden over mezelf? By the way, love you. Groetjes van een trouw fan. Oh, 12 jaar, dan denk ik dat het je eerste examens zijn. Zoals ik al zei, echt geen stress. Ik weet, dat is lastig de eerste keer dat je examens hebt. En je bent sowieso bang voor het resultaat. Maar van je eigen denk je altijd dat je het slechter hebt gedaan dan dat eigenlijk is. Want mensen onderschatten nu zichzelf altijd. Allee, de meesten toch. Dus ik denk dat je gewoon het resultaat nu moet afwachten en daarop baseren van oké, hoe ga ik het in het vervolg doen? Hoe ga ik dat beter aanpakken? Of ben ik gewoon te onzeker over mezelf en haal ik wel goede punten? Wat waarschijnlijk het geval is. Zoek gewoon tijdens het afwachten van het resultaat iets leuk om te doen, iets wat jou afleidt. Je kan misschien aan jouw medestudentjes vragen van oké, hoe is het gegaan? Alles oké? Aan de klasgenoten van wat heb jij daar geantwoord? Dat deed iedereen echt altijd na het examen bij ons in de gang en soms kon je daar een beetje horen. Verder heb ik ook nog enkele handige apps, eigenlijk één app, die mij echt super goed helpt om te concentreren tijdens het leren of tijdens andere taken dat ik moet doen. De app heet dus Forest. Ik ga even mijn bril afzetten thuis, want jullie zien zo de reflectie van die lamp daarin. Dat is wel wat anders. Dus de app heet Forest en je gaat dus ofwel kiezen om een bloemetje te planten of een boom. Oké, bij die boom, je kan dus kiezen hoeveel minuten dat je wil concentreren. Je kan tot 120 minuten gaan. That's a lot. Don't do that. Ik selecteerde meestal 30 minuten en dan krijg je een kleine boom of 40. Meestal selecteer ik 40 minuten om te leren, omdat ik me echt na 40 minuten is mijn concentratie gone. En I don't know, het helpt echt. Ik heb hier al 615 muntjes. En bij elke boom dat je plant, ik weet nu niet hoeveel puntjes dat je krijgt. Dus de app heet gewoon Forest. En je kan ook met jouw vrienden delen hoeveel bomen dat je al hebt geplant. Of struiken of bloemen. En tijdens dat je boom aan het planten is, dus tijdens een half uur of weet ik veel hoe lang dat je hebt gekozen, mag je geen andere app openen op je gsm of je boom gaat dood. And you don't want your tree to die. You don't want that. Dus mij hielp dat echt al super hard. Je kan wel Messenger daarover zetten als je wil. Als je dat niet te veel afleidt voor als je vragen wilt stellen of zo. Tijdens dat je boom aan het groeien bent. Maar mij helpt die app echt super hard. Niet gesponsord trouwens. Ik heb die app echt al jaren op mij gezet. Echt al middelbaar. Maar ja, dat was dus mijn tip. Probeer je bureau leeg te houden zodat je niet wordt afgeleid door andere dingen. Probeer de periode te vinden waar dat jij het beste kan studeren. Is dat in de ochtend, avond, 's nachts, middag? Probeer dat te vinden. Bij mij is dat 's nachts. Ik ben echt een nachtpersoon omdat 's nachts mijn brein gewoon het beste werkt. En probeer ook gewoon vlak voor het examen nog eens snel je samenvatting te overlezen. Niet te veel stressen. Als ik dat kan, kunnen jullie dat ook. Dat was dan weer de video. Vergeet zeker geen like achter te laten en te abonneren voor meer tips. Ik ben zelf niet echt de studiebol, dus had wel wat stress voor deze video. Ik hoop dat jullie allemaal dikke punten gaan hebben in de kerstvakantie. En in de kerstvakantie ga ik veel meer uploaden. Dus laat dan maar zeker dingetjes achter die jullie willen zien. Ik vond het weer super gezellig. En Lala wens jullie ook nog succes voor de mensen die nog examens hebben. En dan zeggen wij nu... Toedeloe! Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.